Ik heb, nadat mijn zoon gesneuveld was, best wel rondgelopen met in mijn hoofd. Ja, eigenlijk ben ik schuldig aan wat Dennis is overkomen. En op een zondag, we gaan koffie drinken bij opa en oma, begint opa uit het niets een verhaal te vertellen over Indonesië. Hij wilde er niet over praten. Totdat zijn kleinzoon naar de militaire academie zou gaan. Maar één keer liet hij dat luikje opengaan om aan zijn kleinzoon te vertellen van dit kan de consequentie zijn van jouw beroepskeus. Eén keer wil ik jou wat meegeven. En hij vertelt daar het verhaal van de eerste keer dat hij een tegenstander gedood heeft. En daarna is het luikje ook nooit meer opengegaan. En toen viel bij mij het kwartje wel van, oh, wacht even. Jij hebt nog heel veel daar in die bovenkamer zitten wat je nooit hebt verwerkt. We hebben wel hele vervelende dingen meegemaakt. Ja, het meest vervelende was dat soldaten van mij gegijzeld zijn geweest. We hebben door incidenten uiteindelijk in mijn tijd een paar mensen verloren. Ja, dat gaat onder de huid zitten. Zagen we gewoon situaties waar kinderen eigenlijk niet goed wisten wat spelen was. Want zelfs de nationale hobby in Afghanistan, het spelen met een vlieger, het vliegeren, was verboden. Dus eigenlijk het enige spel wat de kinderen nog deden was, ja, dus als ik het naïef zeg, is het een ruwe vorm van tikkertje spelen. Maar ze sloegen elkaar soms gewoon verrot. Ik kan het niet anders noemen. Vechten was, ja, geaccepteerd. En de wereld daar is gewoon heel hard. Als er gevechten zijn, kunnen kinderen alleen maar wegkruipen. En dan hopen dat ze het overleven. Kinderen hebben ook hun verdedigingsmechanisme. Lang niet alle kinderen zullen zeggen, ik zit niet lekker in mijn vel. Dus je moet eerst tot dat kind doordringen, met dat kind contact hebben. Gewoon op een creatieve manier verbinding maken met die kinderen. Ze het gevoel geven dat ze in een veilige omgeving zitten waar ze hun verhaal mogen vertellen. En als je hun verhaal kent, dan kun je daarop gaan inspelen en proberen ze te helpen om dat verhaal een plek te geven. Want het zal nooit meer bij ze weggaan. Dus ik wens die kinderen toe dat er mensen zijn in hun omgeving die ze kunnen vertrouwen. Waarbij ze zich zo veilig voelen dat ze hun verhaal kwijt kunnen. Waarbij ze zich zo veilig voelen dat ze hun emoties durven te tonen. Als je vertrouwen van kinderen wil winnen, dan is het niet genoeg om ze alleen maar onderdak, alleen maar voeding te geven. En dat is natuurlijk belangrijk om te overleven. Maar om verder te kunnen met je leven, moeten die kinderen weer vertrouwen in de samenleving, in hun omgeving krijgen. En dat kan alleen maar door samen dingen te doen. Samen te spelen. Samen muziek te maken. Wat dan ook. De kinderen hebben de toekomst. En War Child kan daar enorm bij helpen.